Macro met Mujagic. Het macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic. Edin, terug uit Frankfurt. Welkom in Amsterdam. Dankjewel, Thomas. Laten we niet in Frankfurt beginnen, wel eindigen zometeen. Maar uiteraard ook op jouw agenda de renteverhoging, het rentebesluit van de Fed. Ja. Toch 25 basispunten erbij, ondanks instabiliteit? Nou, kijk, uiteindelijk wat overeind blijft afgelopen week ook, en inclusief gisteravond, is het feit dat als je die hoge inflatie in Amerika niet aanpakt, en dat zei de voorzitter van de Fed wederom, als je die hoge inflatie niet aanpakt, dan heb je een heel groot probleem gedurende een lange tijd in de jaren die voor je liggen. Dus dat ze gisteren de rente verhoogd hebben, is eigenlijk heel goed nieuws in mijn ogen. Maar je ziet wel wat een worsteling het is geweest. Enkele weken geleden was het nog zo duidelijk als het maar kon. Er komt een half procentpunt bij. En er werd al voorzichtig gesproken van, moet het misschien niet 75 basispunten worden. En gisteren hebben ze 25 gedaan, dus de kleinst mogelijke stap. En de voorzitter van de Fed zei ook, we hebben eigenlijk heel lang gepraat over, moeten we überhaupt iets doen? Dus het scheelde niet veel. Die worsteling is enorm. En dat heeft natuurlijk maar één reden. De problemen die zich afgelopen 10, 15 dagen bij verschillende Amerikaanse banken afgespeeld hebben. Daarvan zegt de Fed, ja, wij menen nog steeds dat de Amerikaanse banken gezond en weerbaar zijn. Maar wat de invloed van omvallen van deze banken zal zijn, ja, dat is op dit moment niet aan te geven. Maar het is voor centrale banken van het grootste belang dat zij geloofwaardig worden geacht. Ja. Dus moet je ook ingrijpen als de inflatie ver boven de gewenste 2% ligt. Wat heeft Powell wat dat betreft gezegd over toekomstige stappen? Ja, en dat is eigenlijk nog belangrijker dan het besluit zelf. Want voorgaande statements die uitgegeven werden na de vergadering van de Fed, daar stond altijd in, we hebben nu de rente verhoogd, maar er zullen nog meer rentestappen nodig zijn. Dus niet onder voorwaarde dat, gewoon zullen nodig zijn. En gisteren las je daar, mogelijkerwijs zijn er 1 of misschien wat meer stappen in de toekomst mogelijk. Dat is toch een afzwakking. Zet daarmee de Fed zijn eigen geloofwaardigheid op het spel? Of kan het nu helemaal niet anders? Ik vind dat dat op dit moment te ver is om te concluderen dat hierdoor de geloofwaardigheid op het spel is gezet. Maar als ik dan kijk naar wat de leden van het rentecomité verwacht te gaan doen de rest van dit jaar. Zij als groep zeggen nou nog 1 renteverhoging. En dat is het dan. En volgend jaar gaat de rente scherp omlaag. Ik denk dat het niet zo zeer kort door de bocht is om te zeggen dat de strijd tegen inflatie in Amerika is eigenlijk gestaakt nog voordat die goed en wel is gestart, Thomas. Ik wil het je toch even vragen, want het kwam net voorbij in het bulletin. Hè? Gelukkig wonen wij in Nederland, in Europa. Uiteraard. Daar is het allemaal toch anders, veel stabieler. De kans dat daar een bank in de problemen komt, hoorden we net minister Kaag zeggen. Nou, overleg met Knot is aanzienlijk kleiner. En mocht het zo zijn, dan blijft de belastingbetaler buiten. Ik ben het wel eens dat onze banken er beter voor staan dan in de VS. Heeft 2 voornaamste redenen. Europa heeft de banken sinds 2008 meer verplicht om hogere buffers aan te leggen. En 2, wij houden scherper toezicht op onze banken. De problemen die bij Amerikaanse kleinere banken hebben gespeeld zijn vooral te wijten aan het feit dat ze onder een toezicht-light regime vielen. Dus de toezichthouder zag niet op tijd dat er iets aan de hand was. Dus wat dat betreft denk ik inderdaad dat onze banken er beter voor staan. Maar om te zeggen dat als er iets gebeurt, de belastingbetaler daar niet voor opdraait, Thomas, there ain't no such thing as free lunch. Het kost altijd, de prijs moet altijd betaald worden door iemand. En die iemand is altijd linksom of rechtsom de belastingbetaler. Daarmee bedoel je dat, stel dat de redding uit de sector zelf komt, banken dat uiteindelijk gaan doorrekenen aan hun klanten, de belastingbetaler. Hoe werkt een depositogarantiestelsel? Banken storten daar geld in. Als een bank omvalt, wordt daaruit worden spaarrekeningen vergoed. Als 1 bank of meerdere banken omvallen, moet daar meer geld in door andere banken opgehoest worden. Die berekenen dat door. Mochten dat grotere problemen gaan worden die zich buiten Nederland afspelen, dan reageert de Europese Centrale Bank daarop door te stoppen met verhogen van de rente of verlagen van de rente, waardoor de inflatie hoger wordt. Dus je betaalt altijd linksom of rechtsom. Gisteren had jij een jaarlijks hoogtepunt. Hè? Je was als ECB-watcher uitgenodigd in Frankfurt om het beest in de bek te kijken. Echt op bezoek te gaan bij de ECB. Ja. Je was redelijk mild gestemd na de toespraak van Lagarde. Ze had goede, maar ook zeker minder goede punten in. Maar het dieptepunt, verklapte jij me net, moest nog komen. Moest nog komen na ons gesprek. Want dat ging dan de hele dag door, allerlei sessies. En
Bij elk van die sessies is er altijd een bestuurslid van de ECB bij. Dus dat is gewoon ontzettend leuk. En aan het einde van de dag, misschien was iedereen moe, weet ik veel wat, maar er werd toch wat kritiek gegeven in de zin van dat er gesuggereerd werd of gewoon gesteld werd, de ECB is veel te laat begonnen met verhogen van de rente. En toen de bank daar eenmaal gestart was, ging het veel te langzaam. En op dat moment zat de hoofdeconoom en bestuurslid van de bank, Philip Lane, in de zaal. En die reageerde daarop. En die was het daar uiteraard niet mee eens. Je kunt toch niet verwachten dat hij daar zou zeggen, nou, ik ben daar eigenlijk mee eens, want hij gaat erover. Dus je kunt het er niet mee eens zijn. Ik begrijp dat heel goed. En hij droeg allerlei argumenten daarvoor aan. Maar als je dan in zo'n zaal zit en je kijkt naar die man en je luistert naar naar zijn stem en je kijkt naar zijn lichaamshouding, die dédain en uit de hoogte doen van nee, wij hebben gewoon gelijk, we hebben goede dingen gedaan. Ja, dat was echt stuitend. En voor mij was dat echt het dieptepunt van die dag. Over de dieptepunten van Powell gesproken, toch nog even terug naar Amerika, want anders vergeten we dat belangrijke punt. De Fed werd natuurlijk ook ter verantwoording geroepen door een journalist op de persconferentie. Ja. Want als je die stabiliteit van de Amerikaanse banken zo belangrijk vindt, waar was jij dan als toezichthouder? We hebben het daar net over gehad. De toezicht op Europese banken is veel beter geregeld, veel strenger dan in Amerika. In Amerika hebben ze dat voor wat kleinere banken versoepeld onder de vorige president. Daar was het Powell overigens mee eens. Hij stemde daarmee in. Het mooie van een persconferentie van de voorzitter van de Fed is, het is een genot om te luisteren naar hoe die antwoorden geeft op vragen die gaan over monetaire zaken. Maar gisteren was hij toch wel een beetje nors als die vraag kreeg van, u bent de toezichthouder, hoe hebben jullie dit niet zien aankomen? En dat deed hij altijd af met, we gaan er naar kijken, we zijn ook geïnteresseerd waar het fout ging. Er wordt onderzoek naar gedaan. Maar in de kern moet het toch heel veel pijn doen. Want als één instantie het in Amerika vroeg had moeten zien, dan is het de Fed wel. Edin, ik zie jou volgende week weer. Tot dan. Zeker. En dank voor vandaag. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.